Bouwen kan niet zonder samenwerken. De kunst is wel hoe doe je dat op een efficiënte, effectieve manier. Of je nou een piramide bouwt of op dit moment een state-of-the-art ziekenhuis. En zelfs ook binnen Volker Wessels 16.000 collega's met enorm veel kennis en kunde en expertise. Is de kunst wel hoe kun je die kennis en expertise hergebruiken in je dagelijkse werk. We werken ook steeds meer op een digitale en innovatievere manier om onze bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Waar we in ieder geval hard aan werken, ook om een andere manier samen te werken en gebruik te maken van moderne hulpmiddelen om onze effectiviteit en efficiëntie in dat proces in ieder geval te maximaliseren en daar meer rendement uit te halen. Sowieso voor onszelf, door ook dit soort faalkosten te reduceren, maar ook waarde te creëren voor onze klanten. Bij DigiBase is eigenlijk een soort ontmoetingsplaats eigenlijk voor Volker Wessels medewerkers. We hebben ook een aantal faciliteiten hier intern, bijvoorbeeld een projectenkamer, waar we ook technologieën van Canon inzetten, een Ureva Spend System, zodat je interactief kan samenwerken rondom al de content die we hebben, alle informatie die we hebben. De Ureva Wand wordt bij DigiBase ingezet met name voor brainstorm sessies, voor lean sessies. En we proberen teams hier bij elkaar te brengen om samen te brainstormen over verschillende onderwerpen. We gebruiken het schetsboek om te schetsen. De notes eigenlijk om gedachten te vangen. Waarbij iedereen zijn eigen inbreng kan hebben in het bord. Mensen kunnen lijfelijk aanwezig zijn bij een vergadering. Maar mensen kunnen ook op afstand deelnemen aan een spam. Vaak mensen die maar kort in een sessie hoeven te zijn. Dus dat betekent dat zij niet in de auto hoeven te stappen om een lange sessie mee te doen. Maar kunnen kort meedoen en na 10 minuten weer uit de sessie gaan en hebben toch hun bijdrage gehad. Naast Nureva maken wij ook op de bouwlocaties gebruik van smartboards om visueel samenwerking mogelijk te maken. En kunnen zij zelf ook hun notes plakken, sketches maken. En daardoor gewoon deelnemen aan de vergadering en volledig deelnemen aan de vergadering. En het grote voordeel is dat uiteindelijk iedereen weer toegang heeft tot het span en daarna weer toegang heeft tot alle informatie die afgesproken is. Er is eigenlijk ook een lean systematiek. In de traditionele manier van werken doen we er 6 weken over. En wij geloven erin dat we in 2 keer een halve dag meer kunnen bereiken, meer team spirit, veel meer slimme ideeën komen, worden gedeeld. Het gaat zo hard. Dat je soms ook buiten je gebaande paden moet kijken. En daardoor zijn we vrij snel in contact gekomen met een van onze partners, Canon. En zijn we erachter gekomen, mede door de kennis van Canon daar ook te gebruiken, wat er zoal te koop is. En hoe we dat op een efficiënte, effectieve manier kunnen inrichten. De relatie met Canon die gaat al ettelijke jaren terug, samen met Volker Wessels. Eigenlijk meer vanuit het printerstijdperk. Wij zitten in de transitie, maar we merken ook dat Canon ook in de transitie zit. Wij steeds minder papier gebruiken en steeds meer digitaal. Hebben we ook in Canon een partner gevonden die daar ook over nadenkt. En dus ook bezig is met een compleet andere manier van werken te faciliteren en te ondersteunen.